Er is een grote vraag naar dispensatiebrieven vanwege de aanstaande weekend lockdown. Hoe geschiet de aanvraag? Welke groepen komen voor dispensatie in aanmerking? En hoe zal de controle eruit zien? Het antwoord op deze vragen en nog andere informatie hoort u van hoofdinspecteur Rachel Deekman van het COVID-19 coördinatieteam binnen het Korps Politie Suriname. Wanneer we het hebben over digitale dispensatie, dan hebben we het over het verlenen van toestemming aan allen die een aanvraag hebben gedaan om dispensatie en die voldoen aan de voorwaarden om dus die dispensatie te kunnen krijgen. En we noemen het digitaal, omdat wij alle aanvragen digitaal hebben laten doen. En ook digitaal hebben verwerkt. En het verstrekken van die toestemming geschiet dus ook digitaal. Het is dus niet de bedoeling dat wij mensen of aanvragers briefjes geven als bewijs van dispensatie. Het bewijs van dispensatie is in een digitaal bestand, welke dus ook dient als controlemiddel bij de handhaving. We zijn op 4 januari 2021 begonnen met het registreren van alle aanvragers en tegelijkertijd ook het in behandeling nemen van dus de verzoeken. Het is een ongoing proces geweest. Er komen nog steeds aanvragen binnen en die aanvragen worden ook nog steeds in behandeling genomen. Die groep is groot. Het concrete aantal verontschuldigt mij daarvoor. Het is wel een vrij grote groep die dispensatie heeft aangevraagd. Als bedrijven zich alsnog kunnen registreren en als er een periode aangekoppeld was, hierop kan ik zeggen dus dat we van 4 januari tot en met 15 januari alle bedrijven, alle individuen die al geregistreerd waren in de gelegenheid hebben gesteld om te herregistreren. Dus van 4 tot en met 15 was een periode van herregistratie. Die periode is op 15 januari afgesloten, maar de registratieperiode gaat dus gewoon door. De afhandeling gaat dus ook gewoon door. Wat dus betekent dat wij niet een datum hebben vastgesteld waarvan we zeggen en nu houdt het op. Nee, je kunt gewoon doorgaan. Waarom? Ik ga ervan uit dat u kunt denken van ja, maar als we doorgaan, hebben we straks aan heel Suriname dispensatie verleend. Nee, de aanvragen worden daadwerkelijk getaxeerd. Degenen die toestemming hebben gekregen, die hebben gewoon die dispensatie. Maar dat wil niet zeggen dat je die dispensatie hebt en daar niet uit. Die dispensatie is onder voorbehoud. Omdat die groep in de commissie die zich bezighoudt met het verlenen van dispensaties, die blijft controleren, die blijft nagaan als iemand aan wie dispensatie verleend is, of een bedrijf van wie de medewerkers dispensatie hebben ontvangen. We blijven taxeren, we blijven nagaan als de noodzaak aanwezig is. Mocht blijken dat de noodzaak niet aanwezig is, dan wordt die dispensatie wel ingetrokken. De registratie, dus het aanvragen van dispensatie online, geschiet door op de website, die COVID-website te gaan. Het is COVID-19.sr. Als u die website open heeft gekregen, dan gaat u naar de tab dispensatie aanvragen. Er gaat dan een formulier open en u vult dan alle vragen in het formulier in. Zo gauw alle vragen in het formulier zijn ingevuld, submit en dan is die informatie bij ons binnen. De informatie wordt dan verwerkt en indien dispensatie wordt het opgenomen in het digitaal bestand. Als iemand wil weten of aan de persoon goedkeuring is verleend, dan kan de persoon simpel die website raadplegen. Vanuit die website kiest de persoon voor dispensatiestatus.
En wanneer het venstertje voor dispensatiestatus open is, dan kan de persoon gebruik maken van het zoekvenstertje. En het zoekvenstertje bereik je door de functie Ctrl F. Het moment dat het zoekvenstertje open is, kan de persoon de naam, dus de eigen naam, noteren en op naam zoeken. Maar wat ook kan, is dat de persoon kan zoeken op het ID-nummer. En belangrijk bij het zoeken op het ID-nummer is dus dat de cijfertjes en lettertjes van dat nummer bij elkaar geschreven worden of ingevoerd worden, dus zonder spatie. We hebben daadwerkelijk ook de mogelijkheid om een dispensatieaanvraag af te keuren. Als blijkt dat bij het zoeken de persoon niet voorkomt in het bestand, dan heeft de persoon werkelijk geen dispensatie. De commissie maakt dan contact met de persoon als het gaat om een onvolledig ingevuld formulier. Dan wordt er contact gemaakt. In het andere geval blijft het bij de dispensatieverstrekking is afgekeurd. En dan kun je natuurlijk beroepen, contact maken met de commissie en vragen waarom. Op de website zijn er telefoonnummers waar u altijd kan vragen wat de reden is dat de dispensatie dus niet is goedgekeurd. Iemand die een dispensatie heeft ontvangen, die ontvangt het dus niet per briefje. De dispensatie is digitaal. Heeft u dispensatie, dat wil zeggen dat u zich vrij mag bewegen gedurende de lockdownperiodes. En belangrijk is dat zo'n persoon zich binnen een bepaalde zone mag bewegen. En de zones die zijn afgeleid van de route die is aangegeven bij de aanvraag. Iemand die een bepaalde route heeft aangegeven, die krijgt dus een paar zones waar de route langs loopt, waar de route doorheen gaat. En daar is de persoon echt beperkt tot die zones. Wie zich buiten die zones begeeft, is dan in overtreding. De bescheiden die nodig zijn om die handhaving of die controle te vergemakkelijken, zijn slechts of een ID-kaart of het rijbewijs. Omdat in het bestand het ID-nummer voorkomt. En met het ID-nummer kunnen we dus controleren. En natuurlijk op het rijbewijs staat ook het ID-nummer vermeld. Dus het rijbewijs is een middel waarmee dus u kunt overleggen van kijk, dit is mijn ID-nummer. De politieambtenaar ter plaatse die controleert of het nummer overeenkomt met voorkomt, beter gezegd, in het bestand. En als het voorkomt, prima, dan bent u in het bezit van dus die toestemming. Als het gaat om buitenlanders, dan, of laat me het anders zeggen, buitenlanders die niet in het bezit zijn van een Surinaams ID-kaart, die kunnen het doen met het paspoort. We zijn in een samenleving, het is geen zwart-wit situatie. Dus mocht het zijn dat iets zich voordoet, zeg maar, thuis, we zijn met z'n allen thuis, en iemand binnen het gezin die heeft een ongeluk gekregen, dan zou ik voorstellen dat je gewoon in de auto stapt en rijdt naar die plaats waar je hulp kan krijgen, spoedeisende hulp of noem maar. De controlerende politieambtenaar die taxeert dan ook, die ziet dan ook dat er iets aan de hand is en die zal u laten gaan. Er moet daadwerkelijk iets aan de hand zijn, er moet daadwerkelijk een spoedgeval zijn. Nou, dan kunt u zich echt bij spoedgevallen over de weg begeven. Handig is het ook als u even het dichtstbijzijnde politiebureau informeert van ik heb een spoedgeval, ik ben onderweg en zorg ervoor dat de persoon die hulp krijgt. Dan denk ik ook aan andersoortige spoedgevallen zoals overlijden. Denk ik maar gewoon direct aan dat iemand komt te overlijden, er moeten stappen ondernomen worden. Ik denk aan die groep die bijvoorbeeld al op de volgende dag of dezelfde dag de geliefde te graven wil dragen. Op dat moment is het beste dat die groep
daadwerkelijk dus de aanvraag doet. Maar dan niet zoals ik het eerder heb aangegeven. In dit geval gaat de persoon dus niet zonder meer naar aanvragen, maar naar spoedaanvragen. En die spoedaanvragen worden ook als zodanig behandeld, toch? Ze worden gelijk in behandeling genomen. Zodat die spoedaangelegenheid, die spoedsituatie ook dat karakter kan behouden. De digitale periode die start op 1 februari. Dat wil zeggen dat de briefjes die nu in de relatie zijn, de mensen die nu over een toestemmingsbriefje beschikken, die kunnen daar gebruik van maken tot en met 31 januari. Op 1 februari kan dat niet meer. Ieder die lockdown overtreedt, die wordt beboet. Die wet is duidelijk in het noemen van de overtredingen en de daaraan gekoppelde boete. Dus we komen er niet onderuit, die boete zal worden opgelegd. Maar om die controle, om die handhaving te behouden, om te zorgen voor die openbare orde en rust zoals het hoort, zoals die wetgeving het voorschrijft, zullen we wel de maatregel treffen om de overtreders over te brengen naar de politieacademie. En natuurlijk heeft de politieambtenaar de gelegenheid om te overwegen wie brengen we over. Want een hoogzwangere vrouw die brengen we het liefst niet over. Maar we willen wel dat de persoon thuis is of bij de familie, veilig bij de familie is. Dus die afweging zal worden gemaakt door de officier die het geheel leidt. Nochtans, het doel wat we willen bereiken is dat we niet grote groepen mensen, dus dat we geen grote groepen mensen bij elkaar hebben.